Nog 4 minuten blessuretijd in de Kuip, waar Congolo de vrije trap gaat nemen. Gaat de bal ver naar voren spelen, naar Elia. De man misschien wel van de winnende goal in deze finale. Elia, nu aan de linkerkant van het veld, kan de bal binnenhouden. Weer met een lekkere actie, legt hem af op Toistra. Toistra, oh! In de kluts krijgt hij hem niet mee. En kan Bednarek de bal oppakken en heel snel naar voren trappen. Ja, Toistra hoort het laat, of doet alsof hij het laat hoort van de Maro rond. Is boos op Toistra. Weer vuurwerk bij Vermeer. Weer vuurwerk in het 16 meter gebied. En Vermeer loopt weg. Nog een tweede vuurwerkbom. En wat gaat Kuipers doen? Wat gaat Kuipers doen? Ja, affluiten. Dat kan toch niet. Na 92 minuten. Dat vuurwerk wordt nu van het veld gehaald. Maar voor Vermeer is deze situatie een beetje ondoenlijk. Wat een vuurwerk in het veld. En op de tribunes. Boosheid bij de Feyenoord aanhang. En ik neem aan bij Utrecht mensen ook op de eigen aanhang. Utrecht dupeert zichzelf. Met deze actie zou je kunnen zeggen. Nog 2,5 minuut blessuretijd. En de 12e bekerzegen van Feyenoord is hopelijk in feit. Daar is Bednarek met de vrije trap. Een hoge bal naar het 16 meter gebied. Haller kopt hem weg. Oppassen Congolo. Trapt hem weg met zijn rechter. Gelukkig maar. We krijgen wel een ingooi voor Utrecht. Oh! Met Elia. Hele verre bal naar voren. Daar is Bilal Bastikoglu. 3 Feyenoorders tegen 1 speler van Utrecht. Die haalt de bal om. En Utrecht blijft aan de bal. Utrecht leeft nog. Utrecht leeft nog. Hoge bal naar voren. Dan moet Van Beek verdedigen. Van Beek en Haller. En Karsdorp die de bal terugkomt bij Vermeer. Prima gedaan. Prima, prima, prima. Nog 1,5 minuut in deze finale. Nog 1,5 minuut. En Feyenoord heeft de bal. Dit mag niet fout gaan. Dit mag niet fout gaan. Op de bank zien we ze staan. Ook Kramer staat daar. Van Bronckhorst staat daar. De verre trap van Vermeer naar Bilal. Staat hij buitenspel of niet? Hij staat geen buitenspel. Bilal op de rand van het 16 meter gebied. Kom op jongen. Nog 1 keer een lekkere truc. Legt de bal terug op Elia. Oh, die glijdt bijna uit. Elia blijft aan de bal. Elia met de opening op links bij Nelom. Nelom dan met de bal. Nog een dikke minuut. Nelom punt van het 16 meter gebied naar Vilena. Tony Vilena probeert. Keugels legt hem nog af. Joosten met het schot. Buitenspel, buitenspel. Oh, gelukkig maar. Het is gedaan. Het is gedaan, Dennis. Het is gedaan. Nog een seconde of 40. Het mag niet meer fout gaan nu. Bij Utrecht gaan de kopjes al naar beneden. Is er ontzetting. En Kuit staat daar voor de dugout. De man die terugkwam om kampioen te worden. De man die terugkwam voor een kampioenschap. Moedigt zijn ploeggenoten aan. Gaat het gebeuren, Dennis? Pakken ook wij een prijs. Het gaat niet om ons. Het gaat om die ploeg. Om al die mensen die van deze club houden. Voor al die mensen die voor deze club leven. Gaan die janken van geluk over een aantal seconden. Daar is Vermeer met de bal naar voren. Een hele verre bal. Al die vlaggen de lucht in. Dan komt Bilal de bal naar zichzelf. Bilal en Letchert. Rechts van het 16 meter gebied. Hij raakt hem kwijt. Wat is dit nu, Bilal? Waarom doe je dit? Nog 10 seconden. Utrecht met de bal op de eigen helft. Een trap naar voren. En Kuipers sluit af. Kuipers sluit af. Feyenoord pakt de KNVB-beker. In het seizoen 2015-2016. En die Kuip. Die Kuip die jankt van geluk. Kijk om je heen, Dennis. Voel dat kippenvel. Ook al is het koud. Ook al is het fris. Voel dat feestje. Voel die teleurstelling bij de mensen van Utrecht. Zie Ten Hag staan. Zie Van Bronckhorst. Bekritiseerd. Geketterd in de fase dat het slecht ging. Bij Feyenoord pakt een prijs. Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk.